Na de nederlaag tegen Hercules afgelopen donderdag stond er op Twitter: Westlandia hangt aan een rafelig dun draadje. De eerste mogelijkheid was voor Groene Ster, de mannen uit Limburg. Het is Aidar die zo op Joey Bomen af kan lopen na een missetje van Sam Nijbakker. Maar gelukkig grijpt Joey goed in. Het is een hoekschop die verder niks oplevert. Dan is het de keeper van Groene Ster die de bal wegwerkt. Want dat is de tegenstander van vandaag, de man uit Limburg. Jetson Marques kan onderscheppen, kan alleen op keeper Vos afgaan. Kan die dan de 1-0 maken? Maar hij schiet helaas in het zijnet. Was een goede mogelijkheid voor Jetson Marques. Had het aan Mark Vos goed moeilijk kunnen maken. De hoekschop dan voor Westlandia. Marques die blijft aandringen. Blijft ook in balbezit. Kan die bal terugleggen op Kelu. Die kan dan voorgeven. En dan is het Neville ook Gidi Nwanko die net voorlangs kopt. Goede mogelijkheid. Dan in de tweede helft is het weer Jetson Marques. Die daar wentelt, wegstuurt. Kan die de bal voorgeven? Ja, dat kan die. 1-0 voor Westlandia. En het is Kelu die de bal intikt. Goeie aanval van Westlandia in de tweede helft. Voorzet is op maat. En hij tikt hem keurig binnen. 1-0 voor Westlandia. En dat hebben we nodig. Want de stand in de derde divisie is zo dat Westlandia moet winnen. Het kan niet anders. Anders liggen we eruit. Raad Wentholt weer aan de rechterkant. Geeft de bal voor het uitkiezen. En het is er weer Ioannis Kelu die nu keihard op de paal knalt dat het 2-0 kunnen zijn. Blijft dus nog 1-0 en dat betekent ook dat het heel spannend blijft. Groene Ster blijft ook aandringen. Maar het is hier weer Ioannis Kelu die op kan rukken naar het doel van Groene Ster om misschien wel de 2-0 te maken. Ziet daar Jetson Marques staan. Die gaat uithalen en draait de bal net langs de paal. Zo blijft het 1-0 en blijft het ook billen knijpen op de hoge bomen. Want er moet gewonnen worden. Groene Ster gaat ook aandringen. En het is weer Aidar die samen met Sam Nijbakker strijdt om die bal. En is doorgebroken speler. Neville ook die Nwanko die de bal, die de speler eind vastpakt. Maar de scheidsrechter is heel gedecideerd en zegt niets aan de hand. Geen penalty dus. Dus dat komt Westlandia goed weg. En aan de andere kant dan. Ioannis Kelu, kan hij de bal dan langs de keeper werken? Dat doet hij. 2-0. Westlandia gooit in de 83ste minuut de wedstrijd op slot. 2-0 voor de Groen-Witte. En we hebben dit nodig. Ik heb het al 3 keer gezegd. Maar ik herhaal het nog eens een keer. We moeten winnen. Want we zijn ook nog eens een keer afhankelijk van wat de tegenstanders doen. En kan Westlandia er dan zelfs nog 3-0 van maken? Het is Beeldstro die de bal onderschept naar een slechte terugspeelbal. En dan is het Stijn van Os die via de verdediger Petit de 3-0 maakt in de absolute slotfase van deze wedstrijd. De zege is binnen, 3 punten binnen. Beeldstro die daar goed onderschept. Het overzicht houdt. Stijn van Os die komt inlopen, de bal aangespeeld krijgt en dan raakt die verdediger nog net aan. 3-0 overwinning. Wat een topprestatie. En dat betekent dat we nog steeds leven. We staan 17e en we moeten winnen volgende week in Haaksbergen bij HSC 21. Sesco, een hele fijne 3-0 overwinning. En we leven nog. Ja, dat zeg je goed. onder spanning thuis met 3-0 winnen. Dat geeft de burger moed. Ja, dat is het enige wat ook telde en wat we moesten doen. En dat dan 3-0 wordt en een 0 achterin, dat is alleen maar goed. Volgende week op bezoek in Haaksbergen. Hoe gaan jullie die wedstrijd in? Ik weet dat HC thuis heel veel wint. Vorige week nog met 7-1 van de UNA. Dus dat wordt een hels karwei. Alleen het is een karwei. En dat is onze laatste kans. Dus wij moeten wederom. Met het vertrouwen zit het nog steeds goed. Ja, tuurlijk. Nou ja, maar goed, anders hoeven we niet hier alles aan te doen. Dan kunnen we hem ook laten lopen. Dus wij doen er echt alles aan. En dat zou gek zijn als je volgende week daar niks aan doet.